Hoe kan het dan toch dat je 2 jaar geleden tijdens de WK in Insel alles en iedereen wegrijdt en hier niks? Niks. Ja, en dat alles en iedereen, heeft iedereen in spanning gezeten en ik daarbij ook. Het scheelde geloof ik een 10e punt of nog minder. Dus dat alles en iedereen wegrijden was niet zo. Op 5 kilometer wel? Ja, op een 5 kilometer deed hij dat heel goed. En het is ook zo dat hij in die jaren geweldig gepresteerd heeft. Ik geloof ook niet zozeer aan een maximum van 6,55. Dat ligt voor een gedeelte ook een beetje aan de omstandigheden. Waar het er nou precies in zit, ik denk dat het erg moeilijk is als je er bovenop zit. En ik volg het maar op hele verre afstand. En dan wordt het onmogelijk om daarover te oordelen. Het is gewoon ontzettend jammer dat hij na 2 glorieuze jaren, net in een Olympisch seizoen, het zo moet laten zakken. De manier waarop hij zijn race opbouwt. Rustig beginnen en dan toch tussen aanhalingstekens versnellen. Ja. Bouwt weer op zekerheid. Jawel, dat is allemaal op zekerheid. Ik denk dat als je hier sowieso weggaat, dat voel je zelf wel aan. Hij voelt wel aan dat hij niet kan knallen. En een 500 meter kan je natuurlijk ook zonder goede vorm nog wel rijden. Dat zit erin, dat lukt altijd. Maar op langere afstanden lukt je dat gewoon niet. Dat gaat onmogelijk. En dan moet je toch een beetje voorzichtig aandoen. Zeker met deze weersomstandigheden waarin er een wind kan komen in een buitenbaan. Er gebeuren van allerlei dingen. En hij zit niet in de vorm dat hij weg kan knallen en zien waar het schip strandt. Dat lukt niet. Dit EK was geen norm voor kwalificatie voor de Olympische Spelen. Hij heeft dit seizoen helemaal geen limiet gehaald voor die Olympische Spelen. Vind je dat hij toch moet? Ja, hij hoort er toch gewoon thuis. Al was het alleen maar vanwege zijn staat van dienst. En vooralsnog zeg ik van waar is dan een derde man die hem weg moet schuiven. Natuurlijk zal er wel eens iemand zijn, maar ik denk dat hij die kans gewoon moet hebben. Het is niet zozeer een kans, het is gewoon een beloning voor dat wat hij voor de Nederlandse schaatsrijderij heeft gedaan. En natuurlijk krijg je gezeur met de keuzecommissies en Olympische zomerspelen na die tijd. Want die hebben namelijk de resultaten in handen van de winterspelen en kunnen zeggen van ja, maar dan kan onze volleybalploeg of onze hockeyploeg. Hockeyploeg gaat natuurlijk sowieso, maar onze wielrenners kunnen er ook wel naartoe. Ik denk dat je dat even los moet zien. Het is een geweldige sportman die verdient om naar Calgary te gaan. En wat hij daar doet is eigenlijk niet belangrijk. Hartelijk dank. Mooie woorden van Arts. En u ziet dat er een glimlach kwam op het gezicht van Vergeer, terwijl hij daar de race doornam met Henk Gemser. Inmiddels heeft u 2 nieuwe mensen in de baan gezien en die zijn al zo'n 2 minuten bezig. Die zijn op weg naar de 1400 meter onder leiding van Frode Suvertsen. Een debuterende Noor, 2-0-6-5, 1-3 tiende sneller dan Hein Vergeer. En zijn tegenstander is Per Bengtsson uit Zweden, de jongere broer van Klaas Bengtsson. Die op enige achterstand van Siebertsen zijn rondjes draait tot op heden. Voor het klassement zijn deze mannen niet van belang. Siebertsen was 19e op de 500 meter. En Bengtsson, meer steer dan sprinter, was op die 531ste. Siebertsen leidt royaal en komt door in 2.42 rond naar 1800 meter. Dat is nog altijd bijna 1,5 seconde sneller dan Hein Vergeer in de vorige rit. Siebertsen heeft zijn kwalificatie te danken aan een redelijk goed gereed Noors kampioenschap. De Nooren zitten enorm omhoog als het gaat om toprijders op het ogenblik. Karlstad is verreweg nummer 1. Dan komt op enige afstand Valk Larsen. En dan wordt het een hele tijd stil. En Siebertsen is dan een van de mensen die er net bovenuit kon drijven. Hun subtop is erg groot, maar dat zegt niks. 3-16-8 met een rondje 34-8. 35-7 voor de Zweed op 3-19-6. Ruim 2 seconden sneller dan Hein Vergeer nu, deze Frode Siebertsen. En Karlstad, ja, de naam werd even genoemd, die zal veel later op deze 5000 meter in actie komen. Die heeft heel, heel veel goed te maken, u weet dat. Siebertsen inmiddels naar 2600 meter. Die bereikt hij na 35-2 voor de ronde in 3.52 rond. 2,5 seconden sneller dan Vergeer. Hij gaat al wat jaartjes mee in die Noorse subtop. 35 jaar is hij inmiddels deze Siebertsen. Maar het is voor het eerst dat hij op het echte internationale podium mag meedoen. 4.27.5. 2 2/10 sneller dan Vergeer.
En Bengtsson daarachter, ja, die rijdt toch wel een bedroevend toernooi. Dat hij geen goede 500 meter kon rijden, dat was bekend. Maar doorgaans komt hij op de 5000 meter toch altijd weer een eind terug. Maar daar blijkt ook vandaag helemaal niets van. Hij wordt door Sivertsen weggeschaatst. 3400 meter voor de Noor inmiddels. 5-0-3-5. Nog precies 1 seconde sneller dan hij Vergeer. Beide grote schaatslanden van weleer Noorwegen en Zweden kampen met een ernstige tekort aan toprijders. Ik heb u het beeld geschetst van de Nooren. Vrij grote subtop. En daar probeert men dan uit alle macht nu in dit Olympisch jaar nog iets uit te halen. Dat lukt van geen kant. En bij de Zweden is het eigenlijk net zo. Gustafsson staat ver bovenaan. Magnusson heeft enige illusies op de 1500 meter, maar niet meer dan dat. En de Bengtssonnen, de broertjes, die komen er ook niet aan te pas. 36-2 voor de Noor, 5-39-7, 36 blank voor de Zweed, 5-43-8. Zakt nu weg, Sivertsen. 1/10 seconde zat hij naar 100 het schema van Vergeer. En hoogstwaarschijnlijk zal hij bij de volgende passage daarboven zijn. Nee, behalve Gustafsson is er eigenlijk alleen Joachim Karlberg die dan via een klassement een plaatsje bij de eerste 10 zal kunnen bemachtigen. Maar dat is het dan ook wat Zweden betreft inderdaad. Waar men natuurlijk blij zal zijn met de explosie van Gustafsson dit weekend hier in Den Haag. 6-16 rond is inderdaad nu 1/19 van een seconde langzamer dan Vergeer. Sivertsen haalt het dus niet. Gaat ook zichtbaar knokken nu. Hopzee, dat is een merkwaardige. Dat moet je heel moe zijn, kijk eens. En de reactie daarna is uitglijden. Het is gewoon op. En dan komt een zweet langs. 36-8 rondje. 6-57-0. Hier gaat hij. Even kijken. Binnenschoen. Buitenschoen. Van zijn buitenschoen af. Het begint mode te worden. Per Bengtsson wint de rit. Dat voor de statistieken. En de Nooren krijgen nog eens een keer een douw. Want in het klassement op de 5 kilometer gaat Sivertsen hard naar achter. 7:33.58 voor Per Bengtsson. Even tuft hij. En daar komt die Sivertsen. Die waarschijnlijk heel graag had blijven liggen, zo te zien. 7:51.48. Slotrondje van 45,5. De krullen van Per Bengtsson. En het teleurgestelde gezicht van Frode Sivertsen. We hebben 14 man gehad en de complete getallen zag u links naast de heren staan. En dan denk ik dat we nu aan een aardige rit gaan beginnen terwijl we het klassement na de 14 in beeld hebben met nog altijd Gustafsson als snelste. Visser Kemper staan daar goed bij.